Goedemiddag allemaal, wij zijn Nasser en ik ben Robert. Nee, opnieuw. Goedemiddag. Goedemiddag vanuit Belek. Ik ben Robert Svinkels en dit is Nasser Elkayati. En wij gaan vandaag al jullie vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd via de social media. Dus blijf kijken, want ik hoop op een paar mooie verrassende antwoorden. Ja, dan ga ik denk ik met de eerste vraag beginnen. Voor mij? Voor jou. Oké. Wie is het grappigst in de kleedkamer? Dat is een goede vraag, Nas. Weinig grappige jongens in de kleedkamer. Weinig humor, hè? Weinig humor. Moet ik even goed nadenken. Ik denk dat Elson wel grappig is, zonder dat hij het doorhebt. Onbewust, hè? Onbewust. Hij is onbewust heel grappig. En dus net als met Tommy en Lex, die hebben dat ook wel een beetje. Ja. Dus, ja. We hebben geen echte grote clown erbij, denk ik. Volgende vraag. Vraag van Theo. Robert, wat is jouw verwachting van de tweede seizoenshelft? Stabieler worden als team zijnde en dat we wat meer punten gaan pakken als in de eerste seizoenhelft. Dus ik denk dat is mijn verwachting. Ja. Kun je erin vinden? Ja, zeker. Ja. Volgende vraag. Even kijken. Vraag van Robin. Nasser, wat is het mooiste moment uit je carrière? Robin, mooiste moment uit mijn carrière. Ik denk toch het moment dat ik de transfer maakte van Beurtenhelpen naar QPR. Dus nadat ik de medische keuring en alles had ondergaan en echt het moment van ondertekenen van het contract. Ik denk dat het mooiste moment was in mijn carrière tot nu toe. Spannend ook of niet? Ja, zeker spannend. Ja, echt spannend. En na wat ik al heb meegemaakt, dat je dan daar zit met zo'n groot club. Ze waren net gedegradeerd uit de Premier League. Ik denk dat wel het mooiste moment was, ja. Wel een hele goede vraag van Robin. Bedankt, Robin. Van Pech. Vraag van Jur. Robert, kan je soms aan Nasser zien waar hij gaat schieten? Ik zal soms wel moeten, want hij zoekt altijd wel de uiterste hoekjes op. Dus soms moet je een beetje anticiperen als keeper. Maar hij heeft ook maar een klein gaatje nodig om hem ergens doorheen te schieten. Dus het is altijd wel een uitdaging om Nasser te verdedigen als keeper, zeg maar. Ook als verdediger. Zeker dicht bij de goal. De ene keer gaat dat wat beter dan de andere keer, maar heel soms kan ik hem lezen. Nasser, wat doe je liever? Een stiftje door de benen of Robert Svinkels omspelen? Ja. Zo. Ja, wat doe je liever? Dat zijn alle drie mooi, maar sowieso het liefst door de benen hier. Ja, echt. Ze staan ook altijd open, dus... Wagenwijd open. Wagenwijd open. Nee, het liefst door de benen, ja. Vraag van David, Robert. Wat was de reden dat je zo lang bij ADO Den Haag bent gebleven en hopelijk nog lang blijft? Ja, er zitten natuurlijk een aantal redenen liggen daar aan ten grondslag. Op bepaalde momenten dat ik heel erg op mijn plek zat bij de club en dat de club graag wilde verlengen en ik ook. En dan kies je gewoon voor een langer verblijf. Ook een aantal momenten dat ik met een vervelende blessure zat. En dat de club mij gewoon een soort van trouw is gebleven. En voor mij gezorgd heeft, zeg maar, dat ik weer fit kon worden. En, een moeilijke periode. Maar ben je dan toch lang zitten te spelen in de hele Eredivisie, of niet? Dat denk ik wel, ja. Ja, toch? Ja. Ik denk dat Van Polen van Zwolle achter me aan zit. En Arie gaat ook snel, hè? Arie, ja. Arie, Captain Jack. Volgende vraag. Van Jimmy. Gebruik je speciale verzorging om je baard te onderhouden? Nee, eigenlijk niet. Ik laat gewoon lekker in het wilde weg groeien. Ja? Denk je dat Jimmy dat heeft gezien? Een beetje moest. Af en toe een beetje spuug erin. Nee, joh. Ik trim het af en toe wat korter, zeg maar. En geen beardbalm of wax. Jij hebt ook een klein beetje baard. Ik zie jou ook vaak in de kleedkamer toch rechter maken. Ja, alles, omdat het best wel woest wordt, zeg maar. Ja. Smeer jij wat in je baard? Nee, ik smeer niks. Nee. Ik laat meestal een beetje groeien en daarna trim ik het altijd weer. Ja. Ja. Dus geen... Geen speciale verzorging? Geen crèmetjes en zalfjes. Nee, zeker niet. Zeker niet. Even kijken. Vraag van Rutger. Nasser, wie kan het slechtst tegen zijn verlies bij ADO Den Haag? Je stelt de vraag... Aan degene die het slechtst tegen zijn verlies kan. Iemand die er wel moeite mee heeft. Ja. Rutger. Dat had je misschien aan iemand anders moeten vragen, dan had je Nasser gehoord. Maar gelukkig krijg ik die vraag. Ja, wie dan na mij?
Trainer kan ook slecht tegen zijn verlies. Echt, ja. Echt, als ik die korte partijtjes als we dat spelen en ik verlies het, ja, ja. Nou, dan, dan baal ik wel, hoor. Ja. Nou, dat duurt nog wel. Ja, niet goed. Hij is wel lekker geschoren, toch? Volgende vraag. Yes. Van Chelsea. Chelsea, ja. In de voetbalclub. Nee. Of wel? Denk het niet. Wat vind je het mooiste aan de supporters? Het mooiste? Nou, wat ik heel gaaf vind, zijn de spandoeken die ze regelmatig maken. En ik denk dat er in Nederland best wel aandacht aan wordt besteed. Maar bij ADO komen er wel echt waanzinnige doeken af en toe. Worden er opgetild, zeg maar. En jij was ook onderdeel van eentje dit jaar. Tornado season volgens mij was het. Die was echt prachtig. Die was heel dik. Ik heb nog zelf op een doek gestaan. Ik ben even de Goodfellas, ja. Goodfellas. Ja, geweldig doek. Ja, gewoon wat waanzinnig. Over de hele breedte van het veld. Ja, dat vind ik iets bijzonders. Ja, van die Tornado trouwens waren er ook sjaals te koop. Ja. Via Lexi had ik nog eentje gehaald. Ja, dat snap ik. Ja. Wel eentje leuk om te bewaren. Een vraag van Rick Nasser. Wie is de grootste clown van het team? Nou, we net een beetje schatten. Kanon. Ja, Kanon is ook een goeie. Heel snel geantwoord, Rick. Nee, Wilfried Kanon is echt voor mij de grootste clown. Hij is altijd echt aanwezig, heel luid. Ja. En, zeker als hij goed in zijn vel zit. Zeker als hij goed in zijn vel zit. Ja, als dat niet zo is, dan kan hij ook wel heel stil zijn. Ja. Maar als hij... Dansen, zingen, als hij gillen. Dag heeft, ja. FaceTimen. Dan is hij zelfs een clown, dan is hij bezig met anderen en dan nog is het gewoon grappig. Vraag van veel mensen. Oké, okay. Nasser, blijf je bij ADO? Ja, dat is natuurlijk de vraag, hè? Dat is de vraag. Van heel veel mensen. Ik heb natuurlijk altijd de ambitie gehad om stap te maken en dat is nu niet anders. Als er een hele mooie club komt, dan zou ik graag die stap willen maken. Alleen als het plaatje niet helemaal compleet is, dan blijf ik zeker bij ADO en gaan we een mooie tweede seizoen zelf tegemoet. Ja. Ja. Vraag van Kevin. Wat zou je doen als je geen profvoetballer zou zijn? Zou je dan misschien tomatenplukker zijn? Ja. Ja, dat is waarschijnlijk een vraag van een Westlander, want in het Westland worden er veel tomaten gekweekt. Misschien snapte jij hem niet helemaal. Nee. We hebben ook allemaal liedjes over tomatenplukkers in het Westland. Ik denk niet dat ik in de kassen zou werken. Ik heb vroeger wel als kind in de kassen gewerkt. In de Fiekissen bij de familie Jansen. Met veel plezier overigens. Alleen ik wilde altijd graag piloot worden. Dus ik wilde hem ook opgeven voor piloot. Voor F-16 piloot zelfs. Zeg maar toen ik van de HAVO afkwam, alleen op dat moment werd ik gescout en ben ik bij een profclub terechtgekomen. Okay. Dus die weg zou ik bewandeld hebben en of ik dat gehaald zou hebben, dat weet ik niet. Misschien uiteindelijk burgervlieger of iets dergelijks. Maar. Vraag van Damian. Nasser, wie heb je voor het laatst een panna gegeven? Ja. Voor het laatst een panna gegeven? Sinds we hier in Turkije zijn... Niemand? Nee? Nee. Wel geprobeerd. Nee, wel. Vandaag zeker wel één keer geprobeerd. Ja, en in de wedstrijd ook een paar keer geprobeerd, maar niet gelukt. Ik denk de laatste, wat echt het verste in mijn geheugen nu komt, is volgens mij Renato Tapia van Feyenoord. Die heeft volgens mij het laatste panna gegeven, net voor de winststop. Dus de laatste competitiewedstrijd? Ja, de laatste competitiewedstrijd voor de winststop, ja. Vraag van Lindsay. Wat vind je van meisjes die voetballen? Ja, wat ik van meisjes vind die voetballen. Gewoon lekker blijven voetballen. Ik denk iedereen die wil voetballen en die het leuk vindt om te voetballen, moet lekker voetballen. Dus ik heb er geen negatief gevoel bij ofzo. Er is natuurlijk altijd een beetje een vooroordeel geweest dat meisjes niet kunnen voetballen. Maar het tegendeel zijn ze wel aardig aan het bewijzen, denk ik. En die ontwikkeling bij de vrouwen gaat erg snel. Dus gewoon lekker blijven voetballen, denk ik. Ja, toch? Ja, vraag aan Nasser. Van J. Essen. Zou je in de wedstrijd een penalty met links nemen voor 1000 euro? Dat is nu alles voor geld. ja,
ik zou hem ook nemen voor geen geld met links een keer. Bij 2-3-0 voor. Ik kan aardig trappen met links. Natuurlijk, ik ben wel rechts van origine, maar... Ja, zou je dat echt doen in een wedstrijd, denk je? Bij 2-3-0 voor? Zou je durven? Ik zou het wel durven. Ja? Ja, ik zou het wel durven. Dus, nog gelijk een wissel aanvragen als je mist. Ja, maar ja, als ik hem raak, dan heb ik 1000 euro van hier.s. Ja, ja, dat is waar. Ja. Of even mailadressen. Of werd het al in de vragen zo gesteld? Of belooft hij me dat ook? Nee, hij belooft niks volgens mij. Nee, nee, zo zie je niet. Ik zie nog een vraag van Elson H. Oh. Nassai, ik ben gek op blond haar. Zou jij je haar ook willen kleuren in een gekke kleur? En zo ja, welke kleur dan? Ja, zo'n kleur als Elsa is wel mooi, of niet? Oh, grijs of zo. Ja. Nee, voor mij... Veel jongens hebben blond, hè? Ja, we hebben al een stuk of zo'n 17. Melvin, Geraldo, Elson. Ricardo. Bas Kuipers ook. Bas is natuurlijk, is even weg. Ja, zeker. Handje vol sowieso. Goppel. Ja, oh ja, Tijmen Goppel. Goppel heeft ook goede highlights gezet. Ja, highlights, ja. Nee, maar als ik het zelf zou doen... Nee, dat niet. Gewoon lekker eigen kleurtje? Ja, altijd. Alles wat betreft verzorging of van natuurlijk hou ik het liefst natuurlijk. Ja. Zijn er nog vragen? Even kijken. Ja, een vraag van Nasser El Ghaelti. Oké. Van Robert. Heb je een leuke anekdote van in jouw 14 jaar bij ADO dat je ergens op trainingskamp was? Iets, dat je echt iets wat je hebt meegemaakt met je teamgenoten? Nou, best wel. Rijlo Poepon, mensen. Ja. Ex-ADO. Ik heb denk ik 26 trainingskampen meegemaakt, zoiets. Dus ik heb wel wat gekke dingen meegemaakt. Misschien dingen die ik ook beter niet op de camera kan zeggen. Maar ik kan er wel eentje herinneren van met Jaap van Duin, die krullenbol. Ja. Die speelt nu nog volgens mij in de buurt van Katwijk bij een club. Die was met de grote jongens. In ieder geval, hij was een jonge jongen en je had Verhoek. En volgens mij was Ricky van den Berg, dat waren wat oudere jongens, zeg maar. Ja. Mocht hij mee naar het stadje, zeg maar. En hadden ze wat lekkers gehaald, wat te eten gehaald. En Jaap zat naast de taxichauffeur voorin. Maar die had geen euro meer in zijn zak. En dat wisten die andere gasten ook allemaal. Dus ze hadden een aardig stukje gereden. Ze kwamen voor het hotel. En al die gasten die achterin zaten, die sprinten naar binnen. En Jaap zat met die taxichauffeur, zat hij. En hij had geen piek en hij sprak ook geen Engels. Dus, ja. Dus Jaap die rende ook het hotel binnen met een taxichauffeur erachteraan. En iedereen zat in de lobby te lachen natuurlijk. En, dus ik zag Jaap van Duin met een boze taxichauffeur erachteraan zo de lift in schieten. En zulke dingen blijven hier wel bij. Het zijn wel leuke dingen. Ja, zeker. Dus, zo. En zo heb ik over Lexi ook nog wel 30 verhalen, maar ja goed, daar hebben we allemaal geen tijd meer voor, denk ik. Dus, nee, ik denk het ook niet. Ik vond het wel leuk. Ja, toch? Ik denk dat we een hoop vragen hebben kunnen beantwoorden. Zeker, echt de mensen sowieso bedanken voor die vragen die ze hebben gesteld. Onwijs bedankt. En, ik hoop dat jullie genoeg hebben aan die antwoorden. Ja, en we zien jullie allemaal volgende week tegen VVV. In het Karsdienststadion. Yes.